Hallo iedereen, welkom bij deze speciale aflevering van Atari's game Rollercoaster Tycoon World. We hebben eigenlijk alleen nog deze teaser trailer gezien op het internet en we waren eigenlijk allemaal verkocht. Maar helaas moeten we eigenlijk elkaar teleurstellen, want dit is eigenlijk niet in-game. Helaas is dit niet in-game, ik had het eigenlijk stiekem gehoopt en ook weer niet. En waarom? Omdat, ja, Rollercoaster 3 was een game die gewoon ontzettend krachtig was. Je had er een hele goede PC voor nodig om een heel erg groot uitgebreid park te bouwen. We weten allemaal dat natuurlijk een aantal screenshots zijn uitgekomen van Rollercoaster Tycoon World. En die gaan we even met elkaar bekijken. En we gaan gewoon oordelen en ik ga jullie wat informatie vertellen over deze geweldige nieuwe game van Atari. Dit is de eerste foto en zoals je ziet is het eigenlijk gewoon een soort Rollercoaster Tycoon 3, vind ik. Als we hier kijken, de dubbele carousel met theekopjes. Ik zie, wat zien we nog meer? We zien leuke bloembakken die vernieuwd zijn. We zien natuurlijk ook de prachtige schaduwen die zijn gemaakt in de game. Die zagen we ook wel in Rollercoaster 3, maar ja, niet zo detailvol als dit. Ik zie ook een heel leuk ballonnenkraampje en daar hebben de makers best wel goed hun aandacht aan besteed. Ik ga jullie wat vertellen over het geluid. Nou ja, alles ziet er natuurlijk fantastisch uit, maar ook elke attractie heeft zijn eigen themesong. Het video en geluid is gewoon totaal verbeterd tegenover Rollercoaster Tycoon 3. Als je bijvoorbeeld inzoomt naar een attractie, dan hoor je ook bijvoorbeeld mechanische gedeeltes. Het kraken van de achtbaan bijvoorbeeld. En als je uitzoomt, dus je gaat eigenlijk scrollen om een totale view van je park te hebben, dan hoor je eigenlijk geluid van een winderig atmosfeergeluid, weet je, je hoort wind voorbij blazen en het mengt heel goed met de themesong van je wereld. Nou, we zien hier dus ook een wasbeertje lopen als mascotte en we zien nog een hoop meer, we zien natuurlijk gewoon bezoekers, een ingang, we zien niet echt een wachtrijingang bij de carousel, maar we zien wel dat er nog zo'n heel leuk poortje is waar je aan betaalt. Dus dat hebben ze dus, ja, eigenlijk overgenomen van Rollercoaster 3. Rechts zie ik ook een achtbaan lopen, een beetje geblurred. Nou weet ik niet of de foto is geblurred of het is echt in game zo. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat aanpakken. Rechts zien we wel de rotsen. De rotswand met een soort van eng Boeddha beeld erin. Of dit nou een compleet object is. Of je mag zo de berg zo mooi gaan inrichten. En dat het eindelijk verbeterd is tegenover Rollercoaster 3 is de vraag. Dus dit is een hele fantastische foto. We gaan door met de volgende foto. Dat is ineens een heel ander sfeertje, een beetje een Wild West sfeertje. En ik zie eigenlijk een hoop attracties die zijn teruggekomen van deel 3. En kijk bijvoorbeeld ook naar het reuzenrad links, met de soort van huifkarretjes. En ik zie daarachter een soort zweefmolen, ook helemaal een Wild West stijl, dus dit is echt een Wild West gebied. De bomen zijn nieuw, zie ik. Ik zie rechts ook een soort van winkeltje. Ik hoop dat je dit zelf kan bouwen of dat gewoon een object is wat je kan neerzetten. Dat weet ik niet. Maar mensen kunnen wel naar binnen lopen, zo te zien aan de onderkant. We kunnen nog wat meer vertellen over de mascottes in de game. Meer karakter in themaparken. Je kan bijvoorbeeld een mascotte neerzetten. Robin Raccoon, dat is een voorbeeld. En je kan een attractie helemaal thematiseren naar de mascotte. Dus denk bijvoorbeeld aan de Efteling, aan het paleis van Pardoes. Zoiets kan je dus ook gaan maken in Rollercoaster Tycoon World. Je kan een attractie zo thematiseren naar een mascotte, dat het eigenlijk de hoofdattractie van je park wordt. En ook eigenlijk je mascotte is, je hoofdmascotte. Nou, we zien hier achterin een monorail lopen. Ik zie rechts nog een... ik weet niet echt of het een show is of een decor. Maar rechts achterin zie je ook een soort van iets in de vuur, in de fik staan. Dus misschien is het wel zo'n show, weet je wel. Nou, voor de rest zien we ook mensen gewoon op een bankje zitten. Ik zie dat mensen ook in het midden van een bankje kunnen zitten. Dus hopelijk kunnen er ook nu 3 mensen op een bankje in plaats van 2 mensen. Grafisch is het gewoon fantastisch. We gaan door naar de volgende foto die ik eigenlijk heel weinig heb gezien. Maar we zien ook weer dat het space thema terugkomt. En waarom weet ik niet. Ik vond het space thema eigenlijk nooit zo bijzonder. En ik denk toch dat die freefall toren met die raket toch wel heel origineel bedacht is. We zien een achtbaan uit de verte en we zien ook dat gewoon detail in poppetjes, dus in de figuurtjes die rondlopen, je bezoekers, zijn meer aangekleed. Verschillende soorten kopjes zie je. Het is gewoon wat netter gemaakt. Ik ga wat vertellen over de online wereld, want je kan natuurlijk online spelen in deze game, maar ook offline. Waarom heet het Rollercoaster Tycoon World?
Dat heeft te maken omdat je allerlei plots bouwt. Je maakt een plot. Je hebt bijvoorbeeld één van de vier plots en op één plot ga je bouwen. Je kan natuurlijk in offline mode kan je de plots overkopen, dat je een park kan uitbreiden tot een megapark. Maar als je online bent, kun je dus met drie andere vrienden, die kunnen eigenlijk meebouwen aan jouw park en die kunnen een ander plot joinen. Daarom zijn er vier plots totaal. En joinen kan gewoon via Steam. Dus als je Steam hebt, dan kan je gewoon makkelijk met twee muisknopjes iemand gewoon joinen die in zo'n Rollercoaster Tycoon wereld zit. Dat zouden vrienden van Steam kunnen zijn, of je zou zelfs vrienden kunnen maken in het spel zelf. Nou, je ziet dus een space gevoel. Hier, zoals ik hier naar kijk, we zien niet heel veel. We zien rechts nog een andere soort attractie, want ik zie mensen met hun arm in de lucht. En ik weet niet zo goed wat het precies is, maar lijkt misschien is het wel een soort van simulatie idee. We gaan naar de laatste foto die eigenlijk niet heel bijzonder is, maar toch wel weer wat zegt over een thema. Dus we hebben eigenlijk heel veel verschillende thema's gezien. En dit is natuurlijk duidelijk een piratenthema. We zien links ook een heel erg leuk winkeltje. Ook weer helemaal gedetailleerd. Past helemaal perfect bij de omgeving. We zien rechts nog een ander winkeltje. Ik weet niet wat ze daar verkopen, maar het ziet eruit dat ze een soort van pijlen verkopen. Pijlen die je misschien wel kan kopen en dragen tijdens je bezoek. De krokodil zien we natuurlijk ook helemaal in piratenpak. Heel leuk gedaan. Ik ga nog wat vertellen over het oude rollercoastergevoel. Nou, het team wat heeft gewerkt aan deze game, Rollercoaster Tycoon World, die heeft heel veel tijd gestoken in het spelen van de oude Rollercoaster Tycoon delen. Dus denk aan 1, 2 en natuurlijk ook 3. Ze wou het oude gevoel heel erg graag laten terugkeren in deze game, omdat het in deel 3 wat minder was dan normaal. De user interface is ook heel erg duidelijk gemaakt en gebruikersvriendelijk. Dus user interface wil dus zeggen alles wat je bedient om dingen te bouwen. Nou, de foto's die je net hebt gezien zijn allemaal alpha foto's. Dat betekent dus dat de game nog lang niet af is, maar dat het voor een alpha game er tot nu toe prachtig uitziet. En ik kan eigenlijk niet wachten totdat deze game in de schappen ligt. Ik ga hem keihard spelen op mijn kanaal. Laat me weten in de comments of jullie dit ook gaan spelen. Als er nieuwe updates uit zijn van trailers, foto's, noem maar op. Het komt op mijn kanaal, dus hou mijn kanaal in de gaten. Dit is de Rollercoaster Tycoon World informatievideo. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doeg!